350 artiesten die waar we tax en finance voor doen. Als je het niet kon brengen in een envelop, dan lopen er 3 mensen van ons in de nacht in clubs rond. Leuk dat je kijkt naar deze video. De financiële sector en dan de media-entertainmentwereld. Hoe combineert dat? Daar ga ik het over hebben met mijn gast Bas Stork. Grey Man, ja. Dat klinkt als saai, zeg maar. Ja, het is een beetje knipoog naar waar ik en meerdere van ons bedrijf vandaan komen. Dus uit de grijze financiële fiscale sector. Ja. Aan de Zuidas opgeleid bij Big Fours. Hoe kwam dat zo dat je daar begon eigenlijk? Ja, dat had ik ook helemaal niet aanzien komen. Dus ik ben de eerste week dat ik daar werkte, heb ik ook iedere minuut van de dag gedacht dat ik ontslagen zou worden of zelf de deur uit zou lopen. Dat was helemaal niet mijn bedoeling eigenlijk om daar terecht te komen. Alleen, ik was als fiscaal juridisch afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ja. En ik wilde eigenlijk bij Ajax of bij een platenmaatschappij of zo meteen gaan werken. Maar ik kwam er al snel achter dat het zo niet werkt. Dus dat je eerst ook een vak eigen moet maken. En, ja. Dat heb ik vooral van de eigenaar van Mojo Concerts, Leon Raamakers, toen vernomen. Waar ik hem nog steeds heel dankbaar voor ben. Van ga een vak leren en kom dan nog een keer terug. Maar waarom fiscaal recht dan? Je had ook marketing kunnen doen of zo, of sales of whatever. Nee, ik wilde een studie waarmee ik de zakelijke... Ik wist wel vroeg dat ik aan de zakenkant van sport of entertainment wilde zitten. Ja. Ik was alleen voor bedrijfskunde niet goed genoeg in wiskunde. En ik was wel geïnteresseerd in het recht. Dus recht gaan studeren en dan de meest zakelijke afslag daarvan. Ja, die past bij bedrijfsleven, dat is fiscaal. En ik kwam er dus achter dat als je dat gericht op entertainment en media wil doen, want ik was afgestudeerd op de fiscale positie van artiesten en topsporters in de wereld, dat Ernst & Young was daar het verst mee. Hmm. Dus die hadden een afgescheiden technologie, entertainment en media's sectie. Ik had nooit over gedacht dat ik daar aangenomen zou worden, maar dat gebeurde wel. Want? Nou, omdat ik zo voor mijn gevoel niet paste bij die wereld. En ook nooit een stage had gelopen of zo. Ik liep stage in de nacht en niet op grote kantoren. Dus ik had hem zelf niet aanzien komen. Ik liep stage in de nacht. Ja. Maar het was wel... ik snapte wel nog realistisch genoeg dat ik daar dat vak kon leren. Hoe lang heb je daar gezeten? 6,5 jaar. Dat is best lang. Dat is best lang. En ik had er op een gegeven moment ook best wel lol in daar. Want? Ik zeg maar, het pleit ook voor zo'n Zuidas kantoor. Ik krijg wel alle ruimte om als een soort vreemde eend in de bijten. Als je maar hard je best doet en goed werk levert, dan krijg je daar ook veel ruimte. Dus op sommige andere dingen weer helemaal niet. Op dresscodes en dat soort dingen lagen we altijd overhoop met elkaar. Ja, moest je mee pak? Ik moest in pak, ja. En ik snapte niet waarom dat handig was als ik tegenover een DJ ging zitten of zo. Nee. Want ze zeiden altijd tegen me, ja, als je omzet genereert, dan is het goed. Dus had ik zoiets van, ik maak eerder omzet voor je als je mij laat doen wat ik moet doen met een DJ. Dan dat ik in het soort Ernst & Young protocol moet. Oh. Dus daar hadden we altijd al wat frictie. Maar ik kreeg ook veel ruimte om mijn eigen praktijk te ontwikkelen in de entertainmenthoek. En ik mocht toen veel filmfinanciering doen, wat ik heel leuk vond. Dus dat was wel een bedrijf waar je, als je een plan hebt, dan geeft ze je de ruimte om de dingen je eigen te maken. En is daar het concept van Grey Man ontstaan om het uiteindelijk zelf te gaan doen? Ja, wel door de goede dingen mee te nemen. Voor wat ik wilde doen, de goede dingen van EY mee te nemen. En de dingen die ik niet vond werken binnen de entertainmentindustrie, waar ik ook tegenaan liep toen ik bij hun enige jaren zat. Mm. Om die af te voeren. Hoe heb je dat gedaan? Gewoon gezegd tot ziens en toen een kantoortje gehuurd en begonnen? Nee, ik ben eerst op zoek gegaan naar partners waarmee ik dat bedrijf wilde opzetten. Want ik wilde wel een verschil maken dat we in tegenstelling tot EY echt midden in de entertainmentwereld zouden terechtkomen. Yeah. Want het soort cliënten wat wij bedienen hebben ook bijna managementachtige aanpak nodig van ook wat wij doen, tax en finance. En daarvoor moet je er heel dicht op zitten. En om er dicht op te komen moet je geloofwaardigheid hebben. En om geloofwaardigheid te hebben moet je... Die wereld leven. Ja, precies. Ja. Dus dat was een beetje het gevoel en de gedachte. En dat kan ook niet vanuit een bedrijf als EY. Nee. Gaat dat niet. Dus ik heb partners erbij gezocht. Die bijvoorbeeld één zat in het artiestenmanagement. En een andere oprichtende partner was een entertainmentadvocaat. Die dat kuntje wat ik ging doen in tax en finance aan de civiel-juridische kant een paar jaar eerder had gedaan. Maar vervolgens wel heel netjes het opgelost met EY. Allemaal dingen die ik had opgebouwd in mijn eigen praktijkje daar. Konden zij eigenlijk niet zoveel mee als ik weg zou gaan. Hmm. Omdat dat was toch
uit mijn netwerk gehaald. En het was belangrijk dat ik me daarmee bemoeide. Dus dat heb ik ook nog een tijd vanuit Graham in de eerste 2 jaar of zo samen met EY gedaan. Een aantal accounts. Okay. Dat zij de compliance deden en wij de meer entertainment advies gerelateerde dingen. En dus goede band, heel netjes opgelost met hun. Ook zij heel netjes naar mij, ik netjes naar hen. Maar toen wel, ja, kantoortje op de Keizersgracht. Een lineaal en een marker en een wetboek. En hopen dat er mensen die zeiden uit de industrie van leuk dat je dat gaat doen en ik gun het je. Dus ik kom wel aan bij je als je dat bedrijfje en hebt opgezet. En waarom een lineaal en een marker? Ja, ik ging gewoon spulletjes kopen. Ik dacht van, ik toch... Hey, en waar sta je nu? Ja, we zijn nu, denk ik wel, dat is niet de officiële ranking of zo, maar marktleider in wat wij doen. Ja. Dat vind ik heel leuk. En werken voor de... ja, ook gelukkig voor de partij die ons team, zeg maar, het meest enthousiast maakt. Wie zijn dat dan? Wie zijn klanten? Ja, we noemen uiteraard een soort van, zoals dat in onze beroepsethiek hoort, geen namen. Oh ja? Nee, dat kunnen we niet. Heb je bij Ernst & Young of EY geleerd, zeg maar? Dat... Ja, en dat wordt ook... Mag je geen enkele coole gast gewoon waarvoor je werkt qua, weet ik veel, bureau of klant of whatever, mag je noemen? Nee, daar zijn we best wel strikt in, ja. Maar wel, we doen heel veel in de hip-hop. Dat is heel erg in opkomst. Dus... Maar echt artiesten dan? Of... Zowel, we hebben een artiestenpraktijk, best wel groot. Ja? Daar zitten denk ik, 350 artiesten waar we tax en finance voor doen en ook soms business management. Dat gaat nog een paar stapjes verder. Dat zijn van acteurs tot fotomodellen tot producers, DJ's, rappers. En we zitten dan meer in de moderne stromingen van muziek en film en televisie, theater dan het oude Hilversum bolwerk en de klassieke muziek. Ja. Dus hip-hop is heel groot voor ons, dancemuziek is heel groot voor ons. Film, televisie, theater is een belangrijke tak. En mode is ook een belangrijke tak. En sport daar doen we gelukkig ook niet? Wel, ja, we doen ook sport, maar of iets meer onder de radar. Ik heb het al over mode zeggen? Ja, de modewereld doen we ook. Dus Nederlandse modelabels, maar ook fotomodellen en modellenagencies en dat soort dingen. En gelukkig bedienen we in die dingen waar wij, in die subsectoren waar we sterk in zijn, ook wel echt de top van de markt. Hey, en dus dat ik wil geen namen noemen, maar het is wel... Nee, ik snap het. Ik snap het nu een beetje. Ik vind het nog jammer, maar maakt niet uit. Want die klanten, hè, dat soort types, zijn dat nou hele makkelijke klanten of hele moeilijke? Heel moeilijk, nee. Vooral heel leuk, maar het zijn natuurlijk makers. Want het gaat eigenlijk om de wereld van makers die wij bedienen en die we ook willen bedienen. En het geldt eigenlijk voor bijna iedereen in ons bedrijf dat... Als we het niet voor deze wereld kunnen doen, dan zouden we iets anders gaan doen dan tax en finance. Ja, de wereld staat centraal. Ja, precies. Ja. De zakelijke kant van de creatieve sector. En daar werk je dus met makers. En dat zijn hele typische mensen, maar die wij met z'n allen heel erg leuk vinden. Dus we zijn ook. Het is niet makkelijk werken. In de meeste bureaus waar onze cliënten dan vandaan komen, zijn er op een gegeven moment doodmoe van geworden. De wispelturigheid misschien of zo. Of wat. Want ik kan me ook voorstellen dat ze heel makkelijk zijn. Dat ze gewoon zeggen van joh. Daar heb jij verstand van, ik snap er geen fuck van. Hier. Ja, zeg maar dat je zegt, want dat is precies hoe het gaat. Alleen dat stukje hier, daar zit het probleem. Want? Nou, wij komen het halen bij je, snap je? Ja. Als je het niet kon brengen in een envelop, dan lopen er 3 mensen van ons in de nacht in clubs rond om bij DJ's uit platen te tassen. Is het zo? Ja, nou, ja, die wereld ziet er gewoon... Ja, en als een actrice ergens in het buitenland zit een grote film te doen... Dan moeten wij met die entourage zorgen dat als iemand weg is... de administratie wordt gedaan, aangifte, BTW en het betalingsverkeer. Maar kun je dan niet beter... Doen jullie dat ook? Dat je dan gewoon het hele management naar je toe trekt? Dat gewoon de bron bij jullie begint? Dat je gewoon die hele shit... Nou, wat ik net zei, we hebben een tak sinds 2 jaar. Dat is Graham & Business Management. En daar doen we voor artiesten zonder management... of aanvullend aan het bestaande management... doen we echt de zakelijke kant van het management. Yeah. Dus we doen dan niet, dat doen we overigens voor artiesten zonder management wel, dat we ook contracten en onderhandelingen kunnen begeleiden. Maar het PA-achtige deel wat bij management hoort, dat doen we niet. Dus we gaan niet artiesten uit bed halen, mee over de rode loper, gesprekken met familie, iemand uit een depressie halen, dat soort dingen. Dat is ook een belangrijk onderdeel van artiestenmanagement. Nou, maar de goede belastingaangifte kun je iemand ook uit een depressie halen natuurlijk, toch? Ja, als er wat terugkomt wel, ja. Hoe complex is het, die wereld, belastingtechnisch, noem ik, of financieel? Vaktechnisch, financieel is het wat het is. Is het alleen heel belangrijk voor ons en ik denk voor ieder goed advieskantoor... om de sector te begrijpen waar iemand in werkt. Yeah. Dus als je voor een platenlabel werkt, dan moet je wel weten hoe het... met inkomensstromen werkt en wat voor timing daarin zit... en waar het geld vandaan komt of er in het buitenland rondbelasting op wordt ingehouden. En nog meer hele saaie dingen. Maar dus bij ons is wel vereist dat iemand
die een klant aanneemt, eerst heel goed gaat lezen van snap ik wat dit bedrijf doet of wat dit individu doet. Ja. En snap ik waar de geldstromen vandaan komen, et cetera. En dan is het financieel gezien is het goed te doen, zeg maar. Dan is finance is finance, zeg maar. Dan moet je voor de rest goed zijn in je vak. En dus heel erg specifiek je verdiepen in wat zo'n cliënt doet. Mm-hmm. Fiscale kant is helaas voor artiesten en makers wel best wel complex gemaakt. Ja. Zowel nationaal als internationaal. Ja, het is een apart hoekje van de wetgeving. Yeah. En voor artiesten heb je dus in nationale wetten en in het verdragenrecht heb je speciale hoofdstukken. En die zijn eigenlijk gebaseerd op de aanname dat de artiesten boeven zijn. En heel erg niet op één plek, hè, dus constant rondreizen. En de veronderstelling was dus heel lang geleden toen dat wetgeving werd gemaakt, van je kan die beter aan de bron heffen. Dus als jij mij zou boeken als artiest, dan ben jij verplicht om aan de Belastingdienst lokaal af te dragen. Want de veronderstelling is, die artiest is een boef, die gaat toch niet zelf netjes aangifte doen. Dus het hele internationale belastingssysteem is voor artiesten en sporters overigens op die manier ingericht. Dat is absurd natuurlijk, ja. Maar daar hebben we nog wel mee te doen. Dus helemaal toerende artiesten die in een half jaar 25 landen bezoeken. En die denken dat wij simpel even een aangifte kunnen maken voor een paar honderd euro. Dat zijn hele complexe dingen, omdat ze ook in 25 landen belasting hebben afgedragen. In Nederland moet je die belasting eigenlijk, of die inkomsten ook weer meenemen in het wereldinkomen. En dan moet je dus zorgen dat het niet twee keer betaald wordt. Dus je moet dan ook eigenlijk 25 belastingverdragen door gaan nemen voordat je een aangifte kan maken. En, dus daar wordt het wel complex. Ja, stel, je bent morgen Chief Belastingdienst. Ja. Wat zijn dan met name de hurdles die jij, zeg maar, weg zou nemen? Nou, ik zou aan de artiestenkant, daar zit vooral het probleem. Dan zou ik wel heel snel zeg maar de internationale afspraken en de individuele verdragen die Nederland heeft met de meest ontwikkelde landen in die zin aanpassen dat artiesten niet meer een speciale uitzonderingsgroep vormen, maar gewoon behandeld worden als net als iedere andere ondernemer. Ja. Want als iemand die gewoon een ZZP'er is, in Duitsland een klus doet en dan weer naar huis komt, dan mag je gewoon in zijn Nederlandse belastingaangifte dat Duitse inkomen aangeven. Ja. En Duitsland doet er niks mee. Ja. Want zelfstandigen worden pas als ze een heel vaste inrichting eigenlijk hebben in het buitenland, ja, worden ze lokaal belast. Ja, ik doe dat ook met buitenlandse presentaties. Precies, ja, er is niks aan de hand. Nee. En waarom zou een artiest het voor een artiest het veel ingewikkelder maken? En waar ligt die scheidslijn tussen een ZZP'er, ondernemer en wanneer word je dan artiest? Als je bent artiest ingeschreven bij de KVK als artiest of wat? Nee, een artiest is iemand eigenlijk, men kijkt echt naar het soort werk wat je doet. Ja. En internationaal is afgesproken door de OESO, de landen die die belastingwetten eigenlijk met elkaar creëren. Als een artiest is iemand die een artistieke prestatie levert, ja, als uitvoerend artiest voor een publiek, direct of indirect. Ja. Ja. Dus door een camera of voor een live publiek. Ja. En zodra je dat dus doet als acteur, muzikant, de artiesten die wij kennen, ook acrobaten en clowns en weet ik veel. Pas in Adriaan zit ook gewoon in jouw stal. Ja, volgens mij is Adriaan ermee gekapt. Maar, nee, maar dan ben je artiest en dan zit je dus eindelijk in een uitzonderingssituatie belastingtechnisch. Ja, dan ben je eigenlijk fictief werknemer van iemand geworden. Dus het is heel absurd dat je dus als volkomen autonome artiest ergens in het buitenland komt om een DJ-set te draaien. Ja. Waarin niemand jou kan vertellen hoe je dat moet doen. Nee, of dus geen enkele vorm van gezag in. Nee. Maar toch, als je daar 10.000 euro voor krijgt, dan wordt er vaak al 2.500 euro afgedragen aan de lokale belastingdienst. Dan nog een keer 20% aan het management, 15% aan de agent. Dan heb je nog allemaal reiskosten en kleding en weet ik veel. Dus vaak blijven van dat soort toertjes, mede door de belasting die in alle landen achterblijft, blijft best wel weinig cash over. Mm. En dan is het aan ons dus om te zorgen dat op de juiste manier Nederland weer wordt verrekend. Zodat uiteindelijk er nog wel wat geld van zo'n tour overblijft. En dat is wat jullie eigenlijk in de kern artiesten mee helpen? Dus. Dat is een heel belangrijk onderdeel van onze artiestenpraktijk. En aan de corporate kant zit het weer heel anders. Maar aan de artiestenkant is dat wel heel wezenlijk. Krijgen we ook wel veel artiesten die logisch verwijs bij een adviseur zaten die niet gespecialiseerd is, dat daar minder kennis over heeft. En als je dan gaat googlen en zo op deze combi, dan kom je gewoon bij jullie uit. En dat is wel slim, hè? Om zo'n gewoon boom, één domein te kiezen. Ja, 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 we merken ook wel de kracht van de focus, zeg maar. Ja. Ik vind altijd van, het is niet enorm knap wat wij doen, maar we zijn gewoon goede fiscalisten met een enthousiasme. Maar die focus, dat levert natuurlijk iets op. We doen dit bijna 15 jaar. Ja. En als je 15 jaar je focust op een postzegel, dan is wel de veronderstelling dat je daar beter in bent dan mensen die niet die focus. En hebben jullie mede ervoor gezorgd dat die doelgroep wel zakelijker wordt dan dat die ooit was? Nou ja, wat heel leuk is, en dat merk je
eigenlijk voornamelijk in de hip-hop, dat is heel grappig. Door met ons te werken gaat wel de ondernemersknop aan bij die mensen. Ja. Dus je ziet ook wel een tendens nu en dat moet ook in Nederland omdat het zo'n klein taalgebied is en dus eigenlijk beperkte mogelijkheden qua inkomsten. Ja. Als je ze dus wakker maakt voor de zakelijke kant, wat bij ons best wel gebeurt, en we nemen het voor de rest eigenlijk over. Dat ze er geen zorgen over hebben, geen hoofdpijn, mooie dingen kunnen maken. Ja. Dat wel dat knopje van ondernemen aangaat. Dat ze wel denken van, hey, maar ik breng nu constant nieuwe artiesten aan bij het label waar ik zit. Het is ook best wel leuk als ik samen met dat label weer een sublabel ga maken. En dat zij dit doen en ik de artistieke kant. En, en je ziet dat. En dat vinden wij heel leuk. En dat geeft voor ons natuurlijk ook weer nieuwe dynamiek aan het werk. Omdat we dan hebben een artiest waar we 5 jaar mee werken. Die begon als uitvoerend artiest. Inmiddels ook een eigen studio heeft of een eigen label heeft. Een kledinglijn en dat soort dingen. Leuk. Dus dat ondernemerschap, dat zien we wel echt, echt ontwikkelen. Ja. En ben je zelf ook artiest eigenlijk? Nee. Nooit willen zijn ook? Nee. Nee, ik wilde wel professioneel tennis of voetballer worden vroeger. Ja. Maar geluk bij een ongeluk kreeg ik een ski-ongeluk, waardoor ik 2 jaar niet kon sporten. En toen ben ik eigenlijk de muziek ingerold. Mm. Maar meer als iemand met grote bewondering voor makers. Ja. En gewoon gefascineerd door creativiteit en creatieve sector. Dan dat ik zelf... ik heb ook altijd het idee dat wij daarom, omdat we dat juist niet willen, dat we ons werk beter kunnen doen. Wij doen het vanuit respect en bewondering voor mensen die mooie dingen kunnen maken. Nou ja, en je ontzorgt. En als een artiest volgens mij 1 ding niet kan hebben, dan is het gewoon shit in zijn hoofd. Ja, dat is precies. Je kan geen mooie dingen maken als je moet denken van, heb ik nou mijn deadline gemist en krijg ik een boete. Dus mooi man. Dat nemen wij uit handen, ja. Ja. Succes wat jij de komende dagen, de komende jaren nog allemaal gaat doen. En dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering van The Future of Finance. In samenwerking met Nextens. En als je dit een leuke video vond, abonneer je op ons kanaal. Dankjewel. Hoi.